Ja, dan mogen we enkele bewoners terug naar hun woonboot. Alle bewoners die aan de bovenkant van de tijdelijke nooddam wonen, die mogen weer terug. Ja. Die boten liggen op niveau, die mogen weer terug naar hun woning. Ja. Die boten hebben ook volgens Rijkswaterstaat ook geen schade opgelopen? Zover bekend is niet. Het is in ieder geval veilig om te wonen. Ja, we zitten wel nog op een veerpont. Blijft het veerpont wel varen, zeg maar, voor de bewoners? Het veerpont blijft 24 uur per dag, 7 dagen in de week hier aanwezig met een schipper. Dus ten alle tijde kunnen voor calamiteiten of mensen die werk moeten of wat voor reden dan ook, die boot blijft altijd aanwezig hier. Ja, jullie hebben ook wat extra maatregelen genomen, maar ik zag u dat ook met een AED lopen. Klopt, dat is nu op het schip hier aanwezig om gewoon voor alle voorzieningen alles goed in orde te hebben. Ja. Weet je nog wat er verder nog gaat gebeuren of wanneer de andere bewoners terug mogen komen of dat gaat nog even lang duren? Dat is nog gewoon van veel dingen afhankelijk. Dat is nog moeilijk te zeggen wanneer dat zal zijn. Uiteindelijk is met de gemeente besloten dat nu boven dijks, boven de nooddam, dat daar alles weer bewoond mag worden. En daar hebben wij dan, regelen wij alle maatregelen dan voor, dat dat ook veilig kan. De andere werkzaamheden, daar moet nog veel over gezegd en beslist worden. Daar kan ik nog niks over zeggen. Waren de bewoners blij die wat nooit terug mogen? Het merendeel wel, ja, dat is zeker. Het is toch het fijnste dat je gewoon weer thuis kunt zijn natuurlijk.